Daar zijn we weer met Goeie Frerk. Mijn naam is Tom, je kijkt naar een video van Gamersnet.nl en dit is een format waarin jij als kijker ons een persoonlijke vraag stelt over games en dan gaan we die vervolgens beantwoorden. Vorige week hadden we bijvoorbeeld wat nou onze meest verrassende game van 2017 zou kunnen zijn en deze week hebben we een nieuwe vraag en die komt weer van Sil Vlogt op YouTube. Sil die vroeg zich namelijk af, wat is nou jouw feel-good game? Dus in andere woorden, welke games laten onze redacteuren nou echt een beetje weer fijn voelen op hun gemak? Je comfortzone game, het is maar net hoe je het wil noemen. We gaan door naar de antwoorden. Jongens, wat is je feel-good game? Fucking goede vraag, Sil. Vlogt. Ik voel me af, is Vlogt je achternaam of vlog je echt? Dit is een beetje lastig als je zo heet. Dan denkt iedereen dat je vlogt en dan sta je zonder camera op straat. Anywho, de feel-good game van mij kan maar één game zijn. Het is The Wind Waker, The Legend of Zelda The Wind Waker. Als je die game opstart, je wordt vrolijk. Link is lief, Tetra is lief. Iedereen is lief in die game. En zelfs de oergemene evil piraten in de game zijn gewoon lief. Iedereen is lief, alles is mooi, alles ziet er een beetje uit als papier. Het is super kleurrijk, de muziek is ook eigenlijk heel lief. Eigenlijk is alles in The Wind Waker lief. Dus als ik me een slechte dag heb, dan start ik altijd heel graag The Legend of Zelda The Wind Waker op. My feel good game, huh? Hidden Legend 47. Nee, even serieus. My feel good game. Ja, dat kunnen best wel veel zijn, maar ik denk dat het een best wel obvious keuze is. Namelijk Uncharted. Ik ga geen specifiek deel noemen, maar Uncharted gewoon de... Het is geen diepgaand verhaal, maar wel de relaties die tussen Drake zijn en Sully en Elena en Chloe. Het is altijd heel hilarisch gedaan en het is altijd als er dan toch iets van liefde opbloeit, dan heb ik altijd ergens iets van, dan word ik altijd zo blij van en dan ligt s'avonds wel weer in bed te huilen, want ja, dat heb ik zelf dan niet en zo'n shit. Ja. Maar nee, het is altijd superleuk als dan van die droge sarcastische grappen tegen elkaar gaan en shit. En ja, dan voel ik me na zo'n speelsessie altijd super lekker. Dan denk ik van, ik wil hier meer van. Ik wil meer tussen Drake en Elena zien. En dan krijg je dat voorgeschoten en dan heb je echt zoiets van, oh ja, dit is zo tof, ja. En dat heb ik eigenlijk bij elk deel wel gehad. Bij Uncharted 4 had ik dat iets minder en daar kwam Elena toch net te weinig in voor. Maar over het algemeen heb ik dat bij alle delen van Uncharted toch wel. Ik denk van, oh, dit is... Ja, dat is wel een beetje zo'n feel good momentje. Dus je denkt van, oh, daar bloeit iets op. En dat sarcasme, dat droge stomme grappen, ja, dat is wel een beetje mijn ding. Dat vind ik wel leuk. Sil, nobele vraag, dapper ook. Als ik moet denken aan wat mij goed doet laten voelen, dan skip ik even de games die de laatste tijd bij mij veel lang zijn gekomen. Dus dat is bijvoorbeeld Stardew Valley, de ultieme verslavende, gelukzalige indie die ik de laatste tijd veel heb behandeld. Ook Viva Piñata is een beetje een inkoppertje of zo, want felle kleurtjes en zorgeloos imago en dergelijke. Maar die wil ik even, aan de kant. Als ik moet denken aan wat nou echt een feel-good game voor mij is, dan ga ik voor Skate 2. Want Skate 2 deed een aantal dingen met me die ik niet zozeer in andere games heb kunnen ervaren. Want het tweede deel van Skate was een beetje, het eerste was sowieso daarin ook al fantastisch. Maar ik kon er gewoon in kwijtraken. Ik kon gewoon die game opstarten, eigenlijk niks doen en me er heel fijn bij voelen. Dus gewoon alleen maar, niet de quests, niet de verhaallijn, niet de highscores verbreken. Maar gewoon naar een bepaald park toe skaten en daar gewoon keer op keer lijnen proberen te perfectioneren. Gewoon die schans, dan die grind. En oh, als ik nou dit combineer met dat of ik duw nog een extra railtje hier naartoe, zodat ik daar nog mooi even overheen kan grinden. Skate 2 was gewoon echt sowieso het ultieme skateboardspel, maar het had ook gewoon, weet je wel, goede muziek, de graphics waren op zich wel fraai en de controls waren gewoon heerlijk, waardoor het gewoon zo fijn was om telkens weer gewoon proberen die perfecte ride te perfectioneren voor jezelf. En ik weet niet, Skate 2 deed dat naar mijn idee echt fantastisch en dat is gewoon, ik heb zo vaak dat ik gewoon even denk van, oké, weet je wat, we gaan weer even terug naar dat principe en gaan gewoon even een uurtje of twee uurtjes of hoe lang het ook wordt, gewoon kickflip hier, ollie daar, gewoon, het voelt zo fraai. Echt, Skate 2 voor mij de ultieme feel-good game. Ja. Mijn feel-good game is, zoals Peter zou zeggen, weer echt zo'n rare game. Het is Valhalla. De game wordt gespeld met V-A-11 en dan Hal-A. Het is een beetje een rare spelling, maar het heeft natuurlijk met het spel te maken.
En eigenlijk is het een, zoals het zichzelf omschrijft, een cyberpunk bartender simulator. En wat het inhoudt is dat jij de barvrouw bent, zij heet Jill Stingray. Jij bent de barvrouw in een sleazy bartje als het ware, waar je eigenlijk ja, allemaal vreemde klanten tegenkomt. En je moet hun dus drankjes serveren. En ze ja, hun verhaal eigenlijk aanhoren. En dan krijg je natuurlijk de meest excentrieke mensen aan je bar. En zoals de game zelf al zegt aan het begin, als je opstart, grab wat drinks, ga lekker achterover zitten en geniet van het spel. En daarom is Valhalla mijn feel-good game. En zo zie je het maar weer, dat zijn onze feel-good games. De spellen die ons een warm gevoel geven van binnen. Of dat we gewoon even kunnen ontsnappen aan deze bizarre, lugubere realiteit. Anyway, heb je zelf ook een leuke feel-good game waar je altijd thuis in voelt? Laat het weten in de reacties. Wij zijn benieuwd naar welke spellen jou nou een fijn, warm gevoel geven. En als altijd, we zoeken een nieuwe goede frag voor volgende week. Dus laat vooral weten wat jouw goede feel-good game is. Maar stel ook een vraag aan ons die wij voor bijvoorbeeld volgende week zouden kunnen gaan beantwoorden. Tot dusver de goede frag van deze week. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En tot snel op gamersnet.nl. En vergeet niet, check ook al onze andere video's. Je kunt ons volgen op social media. Je hebt allerlei toffe shit om te doen na deze video. Maar goed, geen pressure. Doe je eigen ding. Als je straks moet gaan leren of zo, maakt me niet uit. Steun ons. Doe dat. Meer.